Dag dames en heren, goedemorgen. Ja, het wordt echt kouder. Dat is vooral vanaf morgen als de wind naar het noordoosten draait. Ook volgende week zien we oostelijke winden en aanvoer van koude lucht. Het gaat echt een flink aantal nachten licht tot matig vriezen. En ook de temperaturen overdag komen amper boven het vriespunt. En wellicht kunnen we dan op ja, ondiepe plassen en misschien op slootjes wel even schaatsen. Daarover straks meer. Eerst maar eventjes het weer voor vandaag. Het is bewolkt. En vanaf de Noordzee zien we vanochtend in het westen al een paar buien regen, natte sneeuw. En die buien die trekken ook wat verder het land op vanmiddag. En op veel meer plaatsen kan er dan ook een beetje natte sneeuw gaan vallen. Met temperaturen die nog uitkomen op zo'n 3 tot 5 graden. Met in eerste instantie nog een wind uit een zuidwestelijke richting. Overigens niet al te sterk. Maar in de loop van de middag en avond draait de wind naar het. Noordoosten en dan komt ook die koude lucht ons land binnen. Dat levert een nacht op naar zondag met nog niet eens zulke hele lage temperaturen, want het is nog steeds aan de bewolkte kant. Ook zondag overdag lijkt een overwegend bewolkte dag te gaan worden, wel neemt de kans op een bui af. En dan wordt het slechts 3 graden door die aanvoer van koude lucht. Maar volgende week voeren oostelijke winden ook drogere lucht aan. De neerslagkans neemt nog verder af, hoewel er op dinsdag-woensdag ook een beetje sneeuw kan vallen. Er is ook wat meer zon en als het s'nachts opklaart, ja, dan wordt het echt koud. Lichte tot matige vorst tot en met vrijdag, bij temperaturen overdag rond of net iets boven het vriespunt.